Nou, wat sowieso belangrijk is om te weten vanuit de Addams Family 2, is dat Cousin It wordt gespeeld, of ja, de voice-over, wordt gedaan door Snoop Dogg. Dus de songs die zijn meegenomen in de film, onder de scènes van Cousin It, zijn ook de songs van Snoop Dogg. Nou, nu had Afrojack natuurlijk Dynamite met Snoop Dogg, dus was eigenlijk de keuze vrij... ja, simpel voor de music supervisor om gewoon dat nummer eronder te knallen. En je kan vaak vanuit een label aspect goed zien dat bijvoorbeeld streams omhoog gaan of Shazams of iets in die richting. Ja, dat is lastig te zeggen specifiek in dit geval, omdat het ook om een film betreft. Maar ja, goed, ik denk dat het sowieso voor artiesten of voor auteurs ook ja, een beetje naamsbekendheid is. Nou is Afrojack natuurlijk al een grote naam, samen ook met Snoop Dogg. Maar ja, weet je, misschien waren er net mensen naar de film aan het kijken die de namen nog niet kenden. Nou goed, dan heb je meteen een mooi haakje en een mooi beeld erbij, bij zo'n nummer en bij artiest.